Dit is een overwinning die te danken is aan heel de ploeg van CD&V-NVA. Officieel. De Franstalige liberaal Didier Reinders heeft van koning Albert de taak gekregen om verkennende gesprekken te voeren. Ik denk deze informerende opdracht tegen het einde van de maand te kunnen afronden. Jean-Luc Dehane is terug, voor even toch. Want het rapport van informateur Reinders laat nog geen nieuwe meerderheid zien en geen contouren van een staatshervorming. Nog te veel hindernissen dus voor formateur Leterme. Ik zal de tijd nemen die nodig is, maar ik weet ook dat we niet alle tijd hebben. Daarom lijkt het mij alvast wenselijk dat op de Nationale Feestdag een formateur aan het werk zou zijn. La Brabançonne, vous la connaissez? Un peu, oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... Vraiment la Brabançonne, ça. Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça. Oh, je sais pas. Goedenavond. Koning Albert heeft een even onverwacht als opmerkelijk initiatief genomen. Hij roept ministers van staat bij zich om een uitweg te vinden uit wat nu ook het paleis met zoveel woorden een politieke crisis noemt. Koning Albert heeft CD&V'er Herman van Rompuy belast met een verkenningsopdracht. De klok tikt in de wedstraat. Over zo'n 20 uur moet er een oplossing zijn voor het conflict over Brussel-Halle-Vilvoorde. Anders komt er geen regering Leterme 1. Geen Leterme 1. Wel een tijdelijke doorstart van de regering Verhofstadt. De wedstrijd klokt uiteindelijk af op 194 dagen van informeren, bemiddelen en verkennen. Een nieuw record, maar niets in vergelijking met 2010. De koning heeft mij vanmiddag gevraagd om een rol van informateur op te nemen en ik heb die opdracht aanvaard. Informateur Bart de Wever stelt in zijn eindverslag aan de koning dat er nog niet genoeg eensgezindheid is om een nieuwe regering te vormen. Goedemiddag. Maak kennis met een nieuw woord en een nieuwe functie in de Belgische politiek, met dank aan het Hof, de préformateur. Et donc, on n'est pas dans une époque de petits jeux, de spelletjes politiek. Politiek spelletjes. Geen politiek spelletjes. Iets voor 10 uur vanavond, na een onderhoud van bijna 2 uur, nemen senaatsvoorzitter Danny Pieters en kamervoorzitter André Flahaut afscheid van de koning. Ze krijgen van hem de opdracht mee te bemiddelen om de regeringsonderhandelingen weer op te starten. Het werk dat gebeurd is in de voorbije maanden is niet voor niks geweest. Maar we zullen wellicht wel de oefening van nul moeten overdoen. Koning Albert heeft Bart de Wever vanavond belast met wat heet een verduidelijkingsopdracht van 10 dagen. Acta est fabula. Het verhaal is afgelopen. Dat is de boodschap van N-VA-voorzitter Bart de Wever over zijn poging om de vastgelopen regeringsonderhandelingen weer vlot te trekken. Ontgoocheld zeker. Dat is eigenlijk nog te zwak uitgedrukt. Ik heb er zo wakker gelegen, letterlijk. Ja, kom maar, het resultaat, geen N-VA in de regering. Wel Elio Di Rupo. Ik zweer de troonheid. Een klassieke tripartite die meteen een wereldrecord te pakken heeft. Want de formatie duurt maar liefst 541 dagen. Afwachten wat het deze keer zal worden.